denken aan de soap, aan elke dag een nieuwe aflevering die qua inhoud dezelfde golflengte zat als de zondagse aflevering van thuis. Wat mij er meer aan interesseert en wat ik eigenlijk heel erg heb gemist is de verhalen over de making af. Op een gegeven moment een voorzitter beslist dat er pleidooien worden gefilmd. Dat men het normaal schijnt te vinden dat er altijd polls gaan organiseren, dan is hij schuldig, is hij geschuldig. En bijvoorbeeld ook over het allerlaatste moment dat het make-up tasje opduikt. Voor dat een enorme rol heeft gespeeld in de beoordeling van de jury door de advocaten. En hoe blijkbaar tijdens het hele proces er is een onzichtbare macht aanwezig is geweest die in de zin was van dat tasje. En op het allerlaatste moment tijdens de beraadslaging van de jury de verzoek dat tasje ineens op kon vallen. Mij lijkt het dat je op dat moment zegt van stop hiermee. Heb is de verhalen die je dan achteraf hoort over de jury. Er was bijna geen jurylid die s'nachts zijn nachtwinkel uitbaten en overdag naar het proces kwam om één te slapen en twee zijn boekhouding uit te werken. Alle journalisten schijnen dat te hebben geweten, die vertellen daar ook hele leuke, stoere verhalen over achteraf. Ik vind dat wel wezenlijk voor de bevolking te doen begrijpen van waarom is die mevrouw schuldig bevonden door die jury. Ik vind dat een element dat de VVB kan overkennen. Als je een vraag bijvoorbeeld van de berichtgeving over, of zes Ottomans, ja, dan is dat een deel van de making-of.